Heb ik het jullie al gezegd? Ik haat deze muziek net zo goed. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie. Ocarina of Time, ik ben er weer. Daar ben ik weer. Maakt niet uit hoe ik de intro doe. Jullie vinden het belangrijk, dus daarom doe ik ze allebei. Maakt niet uit. In de vorige aflevering hebben we een hele lange, grote, zware, vervelende stuk gehad, zeg maar, in de Shadow Temple. En deze aflevering gaan we daarmee verder. Nou, even over de muziek, zoals ik al voordat de intro begon zei. Ik vind de muziek, ja, het is inderdaad een beetje van death en weet ik het allemaal nog meer. Maar, nou, ik vind hem meer irritant eigenlijk als echte spooky. Ik bedoel, ze hadden daar wel iets anders mee kunnen doen. Maar goed, op de boot willen we voor de 395.823ste keer dit nummer spelen. Je wordt er echt mee doodgegooid met dit nummer. Als je dat nummer speelt, dan gaan de belletjes rinkelen van de boot. Krijgen we een hele rare awkward camera shot. En zien we dus zeg maar dat de boot gaat varen. Wij vinden het ook apart. Nou. Op het moment zie je op de kaart dus zeg maar. Op het moment zie je op de kaart zeg maar een beetje hoe ver dat je dus zeg maar aan het gaan bent. Wat je wil doen is je moet dus zeg maar een paar van die stalfos gaan verslaan. Nou, dit kun je op twee manieren doen. Of je gaat gewoon een beetje eromheen lopen cirkelen totdat je op het einde bent hiervan. Dit is een beetje een filler. Je kunt ze van de boot afduwen, wat leuk is. Volgens mij is de tweede gearriveerd. Ja hoor. Ik probeer hem nou van de boot af te duwen, maar het wil me niet goed lukken. Oh ja, en een jump aanval wil hier niet goed werken. Nou, misschien als ik hier ga staan. Kom eens hier. Je bent niet zo dom als dat je eruit ziet, hè? Weet je wat? Ik heb een veel beter idee. Jij gaat daar staan. En als we dan hier nou kijken, dan zien we dat we bij de kamer... Auw. Luister eens hier. We staan hier nou bij de kamer. En wat ik dan ga doen, is... Ik ga gewoon kijken hoe dat jullie naar je doem vallen. Je hoeft ze nog niet eens te verslaan, dat is het grappige. Hier, let op. Zeepie, the ship is sinking. Abandon the ship. Get to a safe platform. Was je al voor. Doei. Stomme eikels. Oh, stalfos hoor. Oh. Everybody stalfos. Stalfos. Everybody stalfos. I am a cocky girl. And I'm creepy. Ja. Goed, nou, het eerste wat we gaan doen is we gaan eventjes naar deze kamer. Hier hebben we een viermansweg. En daar hebben we eigenlijk de Lens of Truth voor nodig. Want dan zien we dus zeg maar verschillende deuren. En hier zitten dus zeg maar heel veel van die onzichtbare muren tussen. Nou, als je een beetje zeg maar weet hoe en wat dat alles loopt, kun je dus zeg maar heel erg makkelijk je weg hier naartoe vinden. En ik doe dit altijd tegen de klok in. Waarom? Omdat het kan. Waarom kan het? Omdat ik het zeg. Waarom zeg ik het? Daarom. Goed zo. Mooi. Nou, hier heb je houten plateautjes. Die komen op je af. Oh jee, wat een angst. En daar zien we dus zeg maar tot achter die houten plateautjes twee kistjes zitten. Nogmaals, het zijn houten plateautjes. En hier hebben we dus voor de tweede keer Din's Fire nodig. Daarmee verbranden we dus zeg maar gelijk die spike walls, raken we ook gelijk de redeads die erachter zitten. Dan slaan we eventjes tegen de vlakte aan, vullen gelijk onze magie. En hier vinden we dus zeg maar heel erg makkelijk de boss key. Yay. You have found the boss key, now you can get inside the chamber where the boss lurks. Sorry, maar had Shikaka niet gezegd dat de Shadow of the Well, hetgene, je weet wel, de Shadow of the Well waar ze de hele tijd over zaten te zeuren, dat hij niet de wereld in was gegaan? Heeft hij nou gewoon besloten om hier gewoon in een tempel te zitten en gewoon een, ja, ik bedoel, het zou de wereld in zijn gegaan, dus dan zou ik denken van, dat wil dus zeggen dat hij, oké, daar zit de muur. Maar dan zou ik dus denken van, die is dus naar, en hoe zo dan een half witjes naar, nevermind. Ik ga er weer te diep over nadenken, dat moet ik natuurlijk niet doen. Deze kamer is niet required. Zit hier, volgens mij zit hier wel weer een golden skulltje achter verborgen. Ja hoor.
Vergeet niet, in de vorige aflevering hebben we ook 50 Golden Sculptulas gehaald. Dus Golden Sculptulas zijn voor ons niet meer noodzakelijk. Maar zoals ik al heb gezegd, mochten we ze tegenkomen, laat ik ze toch heel eventjes zien. Mocht je zelf een paar Golden Sculptulas hebben gemist. Dus ik denk dat we zeg maar zo rond... ja, pak een beet. Misschien... dat we er 6, 7 extra vinden of zo. Wie weet. Nou, deze kamer is dus eigenlijk speciaal... Wacht even, volgens mij is die wel de sleutel. Volgens mij is deze kamer niet... Je moet alle drie de potten hier zeg maar opblazen. En dit is eigenlijk een beetje zeg maar de Big Goron game. Of ja, de Goron game die we dus zeg maar in het begin van deze let's play hebben gedaan. Om dus zeg maar dat je dan zeg maar een bom in de vaas moet gooien. En dat je dan een piece of heart kan krijgen. Oh nee, deze is alleen maar voor rupees. Niet dat ik ze nodig... Waarom pak ik ze op als ik ze toch niet nodig heb? Nou ja, ik dacht dat hier misschien nog een sleutel zou zitten. Maar dit is alleen maar voor rupees en een golden sculpture. Niet voor een sleutel, mijn excuses. Dus ik had wel gelijk in het begin. Ik weet niet, ik moet gewoon eigenlijk bij mijn eerste keuze blijven. Net zo makkelijk. Goed, nou, dan gaan we nog één keer met de klok mee. En ja, hier heb je weer van die spookhandjes. Die ik altijd negeer. Want ze zijn zinloos. En dat weten ze zelf net zo goed. Even kijken, is dit? Ja, dit is de goede route. Ja hoor! Hier komen we weer aan bij, volgens mij waren dit... Ja, deze moeten we afslaan. Weet je wat, laten we deze gaan doen zonder Lens of Truth. Laten we hier even dus een beetje spanning van maken. 1, 2, 3. Zonder Lens of Truth. Ta-da-da-da-da-da. Dit was zo'nzelfde beest als die in die grote kamer. Maar ik heb geen zin om ik heb geen zin om de Lens of Truth eigenlijk meer te pakken. Ik bedoel, de hele tijd swappen van items, daar heb je gewoon geen zin in. Hier zit de sleutel. Yay, de small key! Nou, weten jullie nog tot na de watertempel? Ik weet het, in één keer even van de hak op de tak. Maar weten jullie nog tot na de watertempel... Ik jullie heb verteld dat je daar dus zeg maar vuurpijlen nodig gaat krijgen. Nou vraag ik me eigenlijk trouwens één ding af. Ik wil dit heel eventjes uittesten. Ik heb het nooit geprobeerd. Want ik dacht altijd de logische verklaring is dat je daar de vuurpijlen voor nodig had. Dus hallo. Hallo. Ja, draai jij eventjes om. Dan moet hier doorheen. Of kon ik hier al gelijk doorheen? Nee, ik moet even omlopen. Zo. Ja, hier heb je eigenlijk ook de Lens of Truth voor. Ik heb mensen gezien die hebben challenges gedaan door deze hele tempel zonder Lens of Truth te gaan doen. Op zich wel een hele leuke tijdsverdrijf. Maar goed, ik dacht altijd dat dit zeg maar broodje logica's met gezond verstand... Broodje logica's met gezond verstand ingesmeerd met boter. Dat je dus zeg maar hier de vuurpijlen voor zou moeten gebruiken. Om dus zeg maar die bomflowers aan de overkant zeg maar te laten exploderen. Dan vraag ik mij af, kan dit ook maar gewoon een... Oké, vuurpijlen zijn compleet nutteloos. Ik deed het altijd met vuurpijlen. Dit is de eerste keer dat ik het probeer zonder vuurpijlen. Met gewone pijlen lukt het ook. Dus je hebt de vuurpijlen eigenlijk helemaal niet nodig. Waarom heb je vuurpijlen? Ik zou het nog steeds vandaag de dag niet weten. Goed, nou. Dan heb je daar dus zeg maar weer een paar van die hartjes liggen. Die zou je op kunnen pakken, mocht je die nodig hebben. Mocht je denken bij je eigen van, goh, ik heb ze nodig. Dan speel je weer de Song of Time. Komen ze dus zeg maar weer op je af. En zo vinden we dus zeg maar dan weer... ja, heb je weer een paar hartjes. Volgens mij is dit de enigste dungeon... Moet ik eventjes erbij waarschuwen. Waar ze je geen fairy geven voordat je naar de baas gaat. Dus mocht je low on health zitten... zorg ervoor dat je een potion hebt of iets. Want hier krijg je dus zeg maar geen veetje die je eventjes kan herstellen. Zoals je ziet, we hebben al heel veel afleveringen. 3 empty bottles. Omdat ik ze bijna niet gebruik. Nou... hier wil ik wel heel eventjes de Lens of Truth even voor gebruiken. Dus laat ik die heel eventjes erbij pakken. Volgens mij had je hier ook de hoverboots voor nodig. Dus laten we heel eventjes de pantoffeltjes weer aantrekken. Even kijken. Moeten we hierheen? Oh boy. Even concentratie, want ik wil hier nou niet vallen. En dan komen we uiteindelijk aan bij onze baas. Oké. Boom. Boom, boom. Oké, sorry. Hij is muzikaal! Bongo Bongo, een van mijn favoriete baas omdat hij zo high musical is. Oh, 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 oh. Ik hou van Bongo Bongo. Bongo Bongo is zo leuk, echt. Ik vind, hij is een van mijn favoriete bazen eigenlijk. Het enige wat hij doet is muziek spelen.
Oké, die raken we. Dan komt hij op je af. Waar is hij? Je wil zijn handen, die wil je verlammen met pijl en boog. Op het moment dat hij dat doet, dan laat hij zijn eigen zien. Komt hij op je af, gedashed. En wil je hem raken met de pijl en wil je hem slaan met je zwaard. Dit kan met de Big Goron soort, dan zorg je ervoor dat de baas iets sneller kapot is. Maar zoals ik al zei, dit is eigenlijk een van mijn favoriete bazen. Dus wil ik eigenlijk wel een beetje, zeg maar, de lol ermee hebben. Om deze baas ook eigenlijk een beetje wel zijn respect te geven. Schild werkt niet tegen zijn vuistaanval. Kijk daar wel voor uit. Probeer zijn sprongetje te maken op het moment dat hij die vuistaanval doet. Raak hem met pijl en boog. Wacht tot de middelste ding weer, zeg maar, op je afkomt. Schiet hem met een pijl als hij zo dicht mogelijk bij je is. En sla hem weer met je zwaard. Hele makkelijke baas. Maar kijk wel uit voor zijn handen, want die kunnen best wel veel schade doen. De reden waarom ik de Lens of Truth aan heb laten staan hier... Oh, mag ik eventjes een L-targeting doen? Dank je. Nee, jongen, dat gaan we niet doen. Oh, hij wil me pakken, hij wil me pakken. Daar wil je zeker voor uitkijken. Als hij je pakt, kan dat een enorme aantal hartjes schade doen. Oh, dan doet hij zijn dash aanval. Daar ben ik niet zo blij mee. Oké, we hebben hem weer. Komt hij weer op ons aan dashen. Oh, dit is trouwens net zoals bij de windweken. Mocht je geen pijlen meer hebben, dan is de baas zo vriendelijk om je dan toch, zeg maar, weer die pijlen te geven. Nou, met de Big Goron soort zouden we hem allemaal verslagen hebben. Maar zoals ik al zei, dat is de mainstream. Dat is makkelijk. Oh, even zijdesprong. Nee, dat was een backflip. Zo. Nou, zoveel schade hebben we niet genomen. Ik bedoel, hij heeft niet zijn sterkste aanvallen tegen ons kunnen doen. Dus op zich zitten we goed. Hallo. Heb je er nou al genoeg van? Mooi. Hey, ho, symphony in the bare energy. Oh nee, dat is Final Fantasy muziek. Niet van Final Fantasy 9, Final Fantasy 7 om precies te zijn. Maar dat maakt niet uit. Misschien dat je toch in die stofzuigervorm, in dat stofvormpje moet blijven. Ik bedoel, toen werkte ons zwaard niet en nou werkt hij wel. We hebben weer een hartcontainer, wat ervoor zorgt dat we 18 hartjes hebben. Joepie! Bijna alle hartcontainers, jongens. Dan komen we echt bij het einde al van deze let's play bijna, zeg. Dat gaat hard. Nou ja, ik moet zeggen, die watertempelbaas die was zeker heel erg vervelend. Ik moet zeggen, dit is wel een van mijn favoriete baas eigenlijk van de Zelda Ocarina of Time series. Ik bedoel, hij is heel erg leuk en creatief en muzikaal. Hij is zo high musical. Oké. Okay. Oh, sorry. Dat was tegen mijn tafel. Mijn excuses. Och, kijk nou toch eens. Impa. Maffe snol. Je hebt ons bijna omver gereden. The boy with the nobles on Ocarina. As I expected, you have come. Had ik hem zo'n stem gegeven, had ik echt... I am Impa, one of the Shikakas. I am Princess Zelda Caretaker. And I'm also the sage who guards the Shadow Temple. Ik weet dat ik er een hele lage stem had gegeven, dus ik hou het gewoon even bij deze. We Shikakas have served the royalty of Hyrule from generation to generation at attendance. However, on that day 7 years ago, Ganondorf suddenly attacked and Hyrule Castle surrendered after a short time. Oh, dus dat is er gebeurd. Ganondorf's target was one of the keys of the sacred realm, the hidden treasure of the royal family, the Ocarina of Time. My duty bound to me to take Zelda's out of Ganondorf's reach. When last I saw you, as we made our escape from the castle, you were just a lad. And you are a fool that actually opened the sacred realm and put Ganondorf in the power that he has now. Now I see that you have become a fine hero and a very big dumbass. Je moet je mond houden, je hebt soep in je haar. There's nothing to worry about. The princess is safe now. Geweldig. Soon, you'll meet Princess Zelda face to face, and she will explain everything. Joepie, nog meer uitleg. That is when we, the six wise ones, will seal up the evil king and return peace to Hyrule. Joepie, blijheid, vrolijkheid. I have to stay here. You go to Princess Zelda's side and protect her on my behalf.
Now I put my power, which should be helpful to you, into this medallion. Tot nu toe hebben die medailles nog eigenlijk helemaal niks gedaan. Ik bedoel, wat is dit? Mario 6 Golden Coins? La, 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 la. You have received the Shadow Medallion. Impa Wakens as a stage that heeft soep in de haar. And adds a prize to yours. Yay! Please look out for the princess. Dat maak ik zelf wel uit, ja? She is always in... Oh nee, wacht, dat was een andere prinses. Die wordt toch altijd ontvoerd. Maar nee, Mario reference. Goed, dus dat was de Shadow Temple. Weer een tempel klaar, weer een feestje gevierd, weer een baas verslagen, weer een extra hardcontainer erbij. En eindelijk hebben we alle Skulltula's, zeg maar, die we nodig hebben. Nogmaals, er zijn meerdere Skulltula's. Er zijn tot een 100 Skulltula's te vinden in dit spel. Maar wij gaan nu voor alle 100. Ik zal nog een keer de reden geven op het moment dat we bij de Golden Skulltula huis zijn. En de rewards die we dus zeg maar nog op konden halen hebben opgehaald. Nou, de reden waarom dat ik zei maximaal 50 is op het moment dat je de 40 hebt gehaald. Ik praat weer te snel, want ik ben er nog niet eens. Dus, maar op het moment dat je de 40 hebt gehaald krijg je een reward die niet zo erg handig is. Maar ja, de reward voor 50, daar wil je eigenlijk naartoe gaan. Op het moment... Dramatische pauze, omdat ik loop te langzaam. Op het moment dat je de 40 hebt gehaald, dan hoop ik dat het gelijk de goeie pakt. Zijn dus zeg maar, is er weer eentje en dan krijg je, dus ik hoop dat het de goeie is. The curse has been broken. Thank you. Here's a reward for you. Krijg je dus de bomb juice. Gelukkig, ik pak de goeie, want anders zou het heel erg fout zijn. Dit krijg je als je 40 golden skulls hebt verslagen. Carry up, place them. Nou, bomb juice die kun je zeg maar overal krijgen. Dat kun je bij die minigame halen, dus echt zo spectaculair is dat niet. Maar heb je de 50 gehaald... The curse has been broken. Thank you. Here's a reward for you. Dan krijg je een piece of heart. Nou, de reden waarom dat dit dus zeg maar heel erg belangrijk is, wil je voor alle pieces of hearts gaan, heb je dus 50 golden skulls nodig. Anders krijg je dus geen... Ja, dan mis je één piece of heart, dan heb je dus zeg maar niet complete 20 hartjes. Nou, heb je de 100 verslagen, dan zal deze dus zeg maar ook normaal worden. En elke keer als je hier binnen loopt, krijg je 200 rupees. Nou, ik weet niet op hoeveel aflevering dat we zitten tot we op de maximale aantal rupees zitten van 500. Rupees zijn niet belangrijk meer. Je hebt er niks aan. Dus bij deze 50 die je dan voor dit moment zou moeten gaan halen, is zinloos. En ze heeft er ook vrede mee. Hij heeft er ook vrede mee. Want die zegt namelijk ook, thank you for saving my kids. What? Me? Oh, that's okay. You have already destroyed 53 spiders of the curse so far. So that's fine. Don't worry about me. Dus hij heeft er zelf ook nog niet eens problemen mee. Of zij, ik weet het nog niet eens. Het boeit me niet. Ik bedoel, op internet kun je zo gewoon... Wat is de reward voor 100? Staat er zelfs een videootje wat er dan eigenlijk is. Zie hoe dat mens eruit ziet. Krijg je elke keer 200 roepies. Pik, whoopity, whoopity, do. Ik heb het één keer gedaan. Is heel lang geleden. Ik was zo teleurgesteld. Ik doe het niet meer, heb ik toen gezegd. Dus bij deze let's play zeg ik ook, ik doe het niet. We hebben genoeg pieces of hearts. We hebben genoeg Skulltula's verslagen. Dus daar hou ik erbij. Net zoals bij deze aflevering. We hebben de Shadow Temple gehaald, dus ik ben wel blij met de progress die we in deze aflevering hebben gehaald. Mocht je nog vragen hebben over de Shadow Temple, of heb je nog een leuk momentje te melden, laat het weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Jullie zijn geweldig, awesome. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus in de volgende aflevering gaan we richting Gerudo Valley. Kijken wat we daar nog kunnen doen. Want dat is zeg maar de route naar de zesde tempel. En ik weet het, die bottle quest, don't worry. Die zal ik wel doen. Hij is zo zinloos als het maar zijn kan. Maar die neemt niet zoveel tijd in beslag als 50 skulls. Dus don't worry, die doen we ook nog. Maar niet deze week. Dus hou daar even rekening mee. We gaan eerst naar de spirit tempel. Lijkt me veel leuker. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Bij de volgende aflevering of Let's Play The Legend of Zelda. Zeepie. Ocarina of Time. Zelda Zeepie. Zeepie Zelda. Maakt niet uit.